Veel bedrijven hebben last van de coronacrisis. Dat geldt zeker ook voor de instelling Concern voor Werk. Dat is een sociale werkvoorziening voor Lelystad, Noordoostpolder en Urk. Concern voor Werk biedt werk aan mensen met een arbeidsbeperking onder aangepaste omstandigheden. Dan moet je denken aan groen onderhoud, schoonmaak en verpakkingswerkzaamheden. En ook is er in Emmeloord een kwekerij en een houtsafdeling. Op afstand bij ons te gast is Onno Vermoten, directeur van Concern voor Werk. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eventjes over het aantal mensen aan wie Concern voor Werk een werk biedt. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, we hebben 600 mensen in dienst in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. En daarnaast hebben we gemiddeld zo'n 200-300 mensen die tijdelijk bij ons werken om werkervaring op te doen. Als opstap naar een reguliere baan. En waarom werken die dan bij u? Bij elkaar zo'n 800-900 mensen die dagelijks via Concern voor Werk actief waren voor de coronacrisis. Ja, en waarom werken die dan bij u? Nou, dat zijn mensen die een arbeidsbeperking hebben. Dat kan zijn een psychische, maar kan ook een sociale beperking zijn. Waardoor ze niet zelf een plekje op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. En van vroeger uit werden zij dan door het UWV doorverwezen naar de sociale werkvoorziening. En in het werkgebied wat je net noemde, kwamen mensen dus bij Concern voor Werk in dienst. En wat voor soort werk doen ze bij u? Nou, het is divers en het hangt een beetje af waar de meeste capaciteiten van iemand ligt. We hebben natuurlijk, zoals net gezegd, een groot groenbedrijf. Waarbij we buiten het onderhoud voor de gemeente verzorgen. Gemeentelijke plantsoenen en dergelijke en privétuinen. We hebben een schoonmaakbedrijf. En voor de mensen die onder meer toezicht werken, hebben we een grote verpakkingsafdeling in Emmeloord en Lelystad. En we hebben een hele mooie kwekerij in Emmeloord. Ja, en toen kwam in maart. En daarnaast proberen we mensen ook te detacheren bij gewone werkgevers. Dat betekent dat ze bij ons in dienst blijven, maar dan bij een werkgever in dienst gaan werken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heel veel mensen die bij u wat doen. Toen kwam in maart natuurlijk ineens premier Rutte met die coronamaatregelen. Wat gebeurde er toen? Wat dacht u toen? Nou, in eerste instantie reageer je vrij adequaat door een crisisteam te benoemen en na te gaan van hoe we daarmee om moeten gaan. In ons geval betekende het dat we wel een groot gedeelte van de medewerkers naar huis moesten sturen, omdat we gewoon geen veilige werkomstandigheden meer konden garanderen. Een ander gedeelte, zoals mensen in het groenbedrijf, konden praktisch gewoon doorwerken. En na een paar dagen daalt dat wat in. En dan ga je kijken, wat moeten wij gaan organiseren als Concern voor Werk om deze speciale groep medewerkers niet alleen goed te begeleiden tijdens het thuiszitten, want dat is ook nog een dingetje, maar daarnaast proberen ze zo snel mogelijk toch weer naar het werk te krijgen. En in die fase zitten we nu. Daar bent u nu nog over na aan denken. Maar, we zijn nu volop bezig weer het op te starten. Oh ja. U vroeg van wat gebeurt er dan met je? Nou ja, het heeft toch te maken met eerst een direct iets van, oh jee, we moeten van alles gaan doen. Ja. En na een paar dagen ga je eens even goed nadenken wat je precies moet gaan doen. Maar had iedereen daar meteen begrip voor? Begrepen ze het? Ja, daar heeft de overheid wel goed voor gezorgd dat die communicatie goed ging. Mensen begrepen het. Maar al na een paar dagen begonnen mensen ons te bellen van, mogen we alsjeblieft weer komen werken, want we vinden thuis ook geen feest. Ja. Aan de andere kant merk je nu dat we mensen naar huis gestuurd hebben omdat we de veilige omstandigheden niet konden waarborgen. Dat kunnen we nu wel. En dan kost het soms ook weer moeite om mensen daarvan te overtuigen. Oh ja, ja, want de angst blijft dan toch. En voor maatregelen heeft u genomen om ze nu weer aan het werk te kunnen zetten? Nou, het begint bij de RIVM-maatregel van de 1,5 meter maatschappij. We hebben dus alle werkplekken op 1,5 meter van elkaar moeten creëren. Of allemaal schermen ertussen. In de kantine hebben we een beperkt aantal plekken. We hebben looproutes. We hebben desinfecteringsmiddel op allerlei plekken in het bedrijf staan. En het belangrijkste is nog wel, we moeten het wel handhaven wat we afspreken. Want mensen hebben nog wel eens de neiging om, ondanks alle goede maatregelen die we genomen hebben, toch in het rookhok weer bij elkaar te kruipen. Oh ja. Ja, het is toch een beetje het enthousiasme wat er dan toch weer inkruipt, kan ik me voorstellen bij mensen. En nog even de mensen. Nou ja, ik merkte het zelf ook toen ik door de fabriek liep van de week en iemand was heel goed bezig iets te doen. Toen gaf ik hem zomaar een schouderklopje. En dat was even niet de bedoeling. Dat werd mij wel te verstaan gegeven, gelukkig. Ja, nou, terecht toch? Ja.
Nog eventjes over de mensen die dan tijdelijk niet aan het werk kunnen. Of omdat je gewoon tijdelijk minder mensen kunt gebruiken op de werkvloer. Of omdat het toch in het werk wat zij doen wat lastig is om te gaan met die beperkende maatregelen. Mensen hebben heel erg behoefte aan die structuur van dat werk. Hè? Wat kunt u voor hen verder nog doen? Nou, het belangrijkste is communicatie. Praten met elkaar. We hebben ook mensen proberen zo goed mogelijk te informeren hoe ver we stonden. Ik heb alle mensen tot twee keer toe de afgelopen weken persoonlijk een brief gestuurd. En de werkleiding heeft bijna dagelijks de mensen gesproken. En wat we nu doen is op de plekken waar het nog niet kan, mensen om de dag inroosteren. Zodat we wel iedereen de gelegenheid geven om te participeren. Alleen sommigen net even wat minder dan bijvoorbeeld de groenmedewerkers of het schoonmaakbedrijf. Maar goed, om de dag werken geeft toch weer een hele andere structuur dan dagelijks werken. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ja. Nou ja, je maakt er afspraken over. Ook wat ze op het gebied van e-learning kunnen doen. Maken we mensen ook op attent. En soms is het zo dat ze op een andere werksoort wel ingezet kunnen worden. En dan doen we dat. Is het ook, als werk wegvalt, kan je daar makkelijk iets voor in de plaats bedenken? Nou, daar zijn we natuurlijk wel naar op zoek gegaan. Dat is niet makkelijk. Maar zoals ik net zei, een houtafdeling in Emmeloord, daar hadden we tijdelijk wat omzetstagnatie. Dat trekt nu gelukkig weer aan. En toen heeft onze commercieel manager dus goed nagedacht en die is met de schermen gekomen. Dat zijn dus van die veiligheidsschermen, een houten frame met plastic ertussen. Ja. Die je tussen twee kantoorplekken kan zetten, zodat mensen daar ook veilig kunnen werken. Nou, en dat is toch wel een beetje gaan boomen. Alle organisaties die daarvan hoorden nadat we dat op social media hebben laten weten, die overspoelen ons nu met orders. Ja, aan wie levert u dat dan? Nou, we hebben recent de bibliotheek gedaan afgelopen vrijdag. Alle bibliotheken van de Flevomeer Bibliotheek. We hebben alle maatschappelijke instellingen waar bezoekers komen, hebben we ze gegeven. Banken, bedrijfsleven. Kortom, elke instelling die zo snel mogelijk aan de slag wil, die heeft ze wel besteld bij ons. Ja, dus je bent wel enorm aan de man aan het brengen op dit moment. Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Via een paar berichten op social media stroomden de orders binnen. En dat is dan weer heel mooi om te zien. Ja, dat is letterlijk van de nood een deugd maken dus. Ja. Stimuleert het in die zin ook wel de creativiteit eigenlijk? Om dan te denken van oké, nou kan ik niet meer. Wat kan ik dan wel nu met corona? Ja, en het leuke is dat het dan meestal via de werkleiding of de medewerkers zelf komt. Als wij gaan zitten nadenken over wat we kunnen gaan doen, dan doen we het wel eens veel te moeilijk. En dit ontwerp kwam eigenlijk spontaan. Er werd een pilot gemaakt en die werd hier neergezet. En toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, ja, daar kunnen we nu de markt mee op. Oh, dat is echt heel snel gegaan dan. Ja. Waar zitten voor u eigenlijk nog vooral de knelpunten op dit moment? Op dit moment zit het bij het aantal medewerkers wat intern binnenwerkt bij ons. We hebben natuurlijk beperkt ruimte. We hebben weliswaar een grote productieruimte, maar het is toch te beperkt om alle mensen emploi te bieden. En ook bij onze kwekerij schat ik nu in dat zo'n 70% van de mensen kan komen werken elke dag. En dat zou dus eigenlijk zo snel mogelijk naar 100 moeten. Alles bij elkaar, hoeveel mensen zitten er dan nog thuis van Concern voor Werk die eigenlijk toch normaal gesproken wel aan de slag zouden zijn? Nou, buiten het groenbedrijf en het schoonmaakbedrijf zit ongeveer zo'n 30% nog thuis. En dat wordt elke week wordt dat wat minder. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we allemaal aanpassingen moeten doen. Maar kunt u met maatregelen uiteindelijk toch iedereen weer aan het werk zetten? Nou, dat is nog eventjes de vraag, omdat het aantal vierkante meters natuurlijk begrensd is. Daar moeten we dus uitbreiding bij zoeken om iedereen ook emploi te bieden. En dat zijn weer kosten. En ja, de hele coronacrisis gaat ons al heel veel geld kosten. Dus we moeten daar genuanceerd mee omgaan. Hebt u enig idee hoeveel schade u leidt? Nee, het is vervelend dat je dat eigenlijk achteraf pas kan zeggen. En de schade zit er met name in een enorm stuk omzetverlies. Ja. Goed, er is nog wel even werk aan de winkel met deze situatie voor u, begrijp ik. Ja. Dank voor dit gesprek. Onno Vermoten, directeur van Concern voor Werk.